Daar rijdt hij mee in elke stad of land. Staat hij lachend op de hoogste treden, met mooie bloemen in zijn zwarte hand. Dan is hij zo gelukkig en tevreden, en morgen staat zijn foto in de krant. Motor Piet weer zijn hele leven, ja daarvoor zet hij alles aan de kant. Eigenlijk in de officiële wedstrijd geen commentaar geeft. Dat mag ook. En ik moet nog even een seintje hebben van de wedstrijd. En ik zie ook dat onze dokter met rassenschreden hier naartoe komt. De mensen van het Rode Kruisteam uit Wolvenga zijn hier aanwezig. Met 64 punten op een vijfde plaats. En dan zie je daar met geen helm naar de overzijde. De broer van de Engeland is Jan, Lange Jan Leegdra. André Leegdra met rij nummer 4. Jawel, daar is hij. André Leegdra. En de baan is in perfecte conditie geraakt. Vanmorgen was hij nou een beetje nat en hij is veel peper. Dan is hij maar geen daar. En op de twee plaatsen aan de mic. Nog wel even weg met de dagoverwinning. André Leegstra met rij nummertje 4. André die staat de tweede plaats in het algemeen klassement met 79 punten. En aan de voet gevolgd door Theo Peter met 73 punten. En dat zijn ook de drie mannen die nu gewoon aanleggen. Maisgeroor, André Leegstra en... Ja. Over de baan hier, Emiel de Wende uit Zwolle. Dit jaar voor het eerst bij de NGRW. En die leert goed. Met Renzo, en Renzo Dras met rij nummer 14. Die gaat de overkant voorbij. Die de kopman hier over staat en finish. En dan één volle ronde te gaan. En dat het nog één volle ronde is, dat kan ik zien aan de gele vlag met het blauwe kruis. Die hier ons financiële adviseur een opstander opgeven. Die was een ander. En kijk naar de overzijde. En daar probeert Theo Pijper het nog eenmaal. Op André Leegstra, hij zit onderin. In de training is hij al akelig onderuit gegaan. En daar komt hij binnen door. Kijk naar de mooie weg van André Leegstra, Theo Peter. En een handje gaat naar boven. Sympathieke kleur, het is ook weer vaak fout gegaan, maar nu gaat het goed. Hij gaat er nog eens een keer af. In de training is hij er ook al even af geweest. Hij heeft hier al even contact gemaakt met de grond in Noord-Molen. Het is een prima rondje, prima zandje. Mooi om de grasbaan op te verrijden. En het is bijna uniek. En dan gaan we kijken naar de overzijde. En dan zit Jackie de Vries met Elke Koortra. Die daar als eerste uit de bos komen. Jackie de Vries met Elke Koortra. Elke op de Honda. En Jackie de Vries uit Hoornsterswaag op de Kawasaki. En hij laat u hier de ware motors wat zien. Daar wordt de internationaal speedweer te zien in de tijd. Jackie de Vries uit Hoornsterswaag. Uitkomen en is het Jackie de Vries. Jawel, is dat mooi binnenin. Jackie de Vries met enorme snelheid. Maar de machine van Elke Koortra, zoals ik de kan bekijken op het rechte eind, is een beetje sneller. Maar de stijl van Jackie de Vries is geweldig. Er heeft twee mensen de mond over doorstaan. Van... Telkens maar het breekt even uit. En dan heb je zo'n 15 meter voorsprong, heb je makkelijk te pakken. Zo doet Jackie de Vries het ook. Maar ook heeft Elke Koortra zo'n 50 meter voorsprong. Op een van de gebroeders de Zadinke. Dat is in dit geval René Zadink met een rij nummer 21. Hij voert voor Jemke Weenstra. En dan hebben we weer...
van. Glorie op de grasmat, zeggen die er nog elke zomer van. Van oudsher, een glorie hoort op de grasbaan. We kijken weer eens de toekomstige special internationaal coureur Jackie de Vries. Uitgehoord te zwaar. En dan nog zo'n 30 meter Elke Koorstra van Twijfler Heide. René Zating met de 21 uit Hengelo. De nummer 8 is van Johan Glorie. En dan komt ook Jemke Wintra. En dan krijgen we meteen een presentatie. Een oud coureur overigens van de NGRV. En dan gaan we dan. Maar we hebben inmiddels ook ontstaan. Hier is de start van de Kronen Nationaal. Maar ik wil zeggen dat in de Kronen Nationaal René van der Wallen hier uit Noord-Wolle Nederlandse kampioen is. Dat is hij al, al rijdt hij vandaag helemaal niet. Maar ongetwijfeld zal hij u hier nog laten genieten van de ware motorsport. Er is een 43 van René van der Wallen. Van de Berg met rijnummer 2, dat is uit Oudkeuze natuurlijk. Uit de grondstal van Jans van de Berg motoren. En daarachter zit weer met rijnummer 2, Dirk Bloem uit Molenend. En Dirk Bloem staat achter op dit moment in het algemeen klassement. Maar het is van der Been. Maar van de Berg ook. De tijd is nog niet gestreden voor die eerste en tweede plaats. Bekeken rijders. Een goed laagste en sportieve Eddie van de Veen heeft vroeger bij de MGRV gereden. Had hij vaak, heel vaak ver zelf. Maar nu gaat ik dacht dat ze dit seizoen in het voorseizoen hier ook al een keer hadden gereden. De vaste baan hier in het mooie Friese Noord-Wolde. En dit is wel van der Veen, maar wat ik zeg is natuurlijk officieus. En met de 22 schooien ze dan met hun mengklas uit. Er zit allemaal van Rogge, mengklas, ook een oud NGRW coureur. Onder de tweede serie, want er zijn veel coureurs. Als u een verhaal boekt in twee weer door Jet, Henkmaker Jet in de Eekstraat. Daar aan de overleiding aan leiding gekregen die jullie aan de leiding hebben met de rijden op het 1830. René van der Wallen, de kampioen bij die 250cc nationalen. René van der Wallen met rij nummer 10, nu zeker ook beter al de eerste keer. En die heeft hier al heel vaak. En daarachter zit Eddie van der Vechten met 31. Gerko van der Weg. Net weer van vakantie, helemaal uitgerust natuurlijk. En de en met rij nummer 20 probeert hij ook een aansluiting te krijgen. Dus we zijn vooral niet door. Kijk eens naar de voorsprong van René van der Wallen en kijk ook naar die mooie stijl. Daar komt hij, de kampioen, met de volle buit, de 49. Nou, bij de leerling even spannend, ik zag het, maar ik laat het even aan de jury over. En we gaan even op 4 rond en de rij nummer 11. En dan krijgen wij hier die officiële uitslag 10-31. Dat is beslist niet mis, we hebben hier al de derde serie van de 250cc nationalen. Maar wij kijken naar de bliksemstart van Wout Hogeveen.
Hij ligt niet uit aan de leiding. Hij komt eruit met trein nummer 8. Bode Ongewien uit de wijk. Vol aan de leiding. Hij komt er al blazen en verslaat hier de hele meude. Overgeconcentreerd. En de rij nummer 17 die schiet binnendoor. De rij nummer 17 is van Erik Boon uit Zuidbroek. Er is 12 zelfs. Van Erwin Kerk. Nationale. Van 3B Regio. Hij met rij nummer 12, die mooie aanleiding en uit de band Hogeveen, die daar het peloton aanvoert, zeg maar. Voor Drukblom uit Molenend met rij nummer 2. Wat hebben wij daar 3? Dat is 3, Piet Malberg en En ik kom uit Friese Veen, waar wij vroeger nog wel eens een wedstrijd hadden. Op dit moment niet meer. Maar graag nog vooruit zitten ze nog wel van de bovenste plaat. De grootste moeite met Peter Landsberger uit Kerkhaard. Dan is het de rij nummer 17 van Erik Boon uit Zuidbroek. En dan is het hele peloton. En wachten even nog op Bart Kistjes. Bart die hier vandaag meer functies heeft, die ook de baan moet prepareren. Maar onze referee heeft van de Scheer, die let er zeer streng op. En ik ben het daar beslist mee eens. Iedereen hoort gelijk van het startlint hier te gaan. We hebben met 56 Harry Goldeman. Maar ik bedoel maar, hij reed op een 20-30 meter voorsprong voor de 57 van Wolter Pikken uit Denje. Kijkt weer eens naar de strakke turen. Maar die wordt gemaakt. Nou, Mari. Ik zou zeggen, hij kan wel een beetje leiden. Ja, en als je vooraan ligt, dan kan je heel makkelijk je eigen weg kiezen. De perfecte lijn, praat me dan over. En dat is ook de derde plaats. Daar reden we nog even. Henk Akkerman. Hij komt zo dadelijk bij u langs met zijn supersnelle KTM. En daar krijgt de man de 84 en verdient. Hij komt immers al weer terug voor de trein. En dan moet ik toch vragen aan de heren coureurs, wil u alstublieft, als u weer aan de startlint verschijnt, uw nummerplaten fijn schoonmaken. De eerste serie van de 250cc senioren en de kampioen is inderdaad nog niet bekend. Twee kandidaten in ieder geval, Peter de Jong en Dinus van der Veen. Ja, helemaal niet snel. Peter de Jong aan reden en de tweede plaats is voor Dinus van der Veen. En dan is het lange Jan Leegstra, dacht ik. Als het rij nummer 13 is, dan is het Jan Leegstra. Aanvoerder van het klassement, het peloton raast erachteraan. En dan aan de leiding hebben wij Peter de Jong uit Ede, die ook kampioen is geworden bij de 125cc senioren voor een jaar of 3-4 terug. Maar het is Jan, die breekt aan.
Frans Gebben die op kop ligt. Dan was ik helemaal even in de piste. Het is een H3. Harry Zwiers die daar op de vierde plaats, keurig op de vierde plaats ligt, net niet bij de eerste drie kan aanklampen. En ze krijgen hier de finishvlag van der Veen. Dan is het Gebben en dan is het Jan Peertra en Zwiers. Dan gaan we naar de dan weer het Tom. Ik ga even niet naar de nummer 42. Hilbrand Geugema maakt met 83 punten. Op het derde plaats even Gebben met 79 punten. Die van Oldenburg met 77. Bram Visser. Anderen hebben geweldig aanstaan, denk ik. Vorig jaar maak je er niet zo heel veel van, moet ik zeggen. Maar vandaag de dag is hij in topvorm. Emil Gebben, kijkt u eens naar de rijnummer aan. Daar heb ik niet over. Goed allemaal, kijk eens. Dat is de systeembaan. En u ziet ook dat wij echte kopmannen zijn. En Emil Gebben dat hij niet leider is in het... In de tussenstand. Dat komt gewoon dat hij het voorjaar, in het vroege voorjaar, niet alle wedstrijden heeft gereden. Goed is dat hij dus zelf. Rijdt alleen maar betekent dat hij zo in het algemeen klassement aan. Harry Baiman, hier uit Nijenstreek. Hij rijdt bijna uit twee wedstrijden. Dan is het Bram Visser. Dan is het Elbe Veerman. Dirk Lory en Yvonne Oldenburger. En dan komen nog de knokkers, Arjan Sanders. En Rolf Koster. Eerst de start en let weer goed op naar de sportiviteit van deze coureurs. Een hele mooie plaats en geweldig zal ik maar even de uitslagen doorlezen. In het spel, die daar. Van Gerko van der Berg, jawel. En de H3 en Gebben zit in de tuin. En dan komen ze, de knappers. En Jan Dievers, heel mooi bij, jawel. Gerko van der Berg, hij is heel mooi weg. Inderdaad, problemen voor Eddie van der Berg. Ik kom er even heen, wordt hij zo helemaal fors voorbij gereden door de H4 van John Bosman uit Zwolle. Een geweldige goed coureur, die ook al heel veel crossen op zijn naam zet. Crosswedstrijden moet je dat zeggen. En waarom valt u dat? En dan gaat Gebben zo helemaal buiten om weer naar die tweede plaats. Dus geweldig 3-4 man dik in die bocht. Zet die zelf goed op. We laten even Gerken van de weg weggaan. Maar 3-4 man dik in die bocht. Dat is een heel mooi gezicht. Weer en van de weg te langs. Dan Bosman onderlangs. En Gebben weer middenin. Kijk, ja, Handgebben gaat daar weer naar de tweede plaats. Maar het is te laat voor de finish. Als hij zo dadelijk een probleem gaat maken in die buitenste achterste bocht. Of de voorste bocht, zeg maar. Zij komt bij langs en kijkt u zelf. Bosman zit daar onderin. Ja, heel mooi. Jawel, met de vier. Niks en niks. Ik laat alles aan de jury over. Nou, hier wordt die maand eruit.
Er is Henk Draaitjer die daar, dacht ik, naar leidt. En ik heb het hier vanmiddag al gezegd. Wij huldigen hier vandaag ook onze kampioenen met een krans. En dat is in dit geval Mike Schroer. Hij is hier kampioen in de 60cc mini met versnelling. En een hele echte kampioen, want hij heeft heel veel gewonnen en heel weinig verloren. En daar de weg. Er zijn er die zijn overgeconcentreerd op die start en die kunnen de telkens malen perfect doen. Heel hoog aan de versnelling, in welke versnelling je van start gaat, maar het is in dit geval Mike Schroer uit Ewerken met rij nummer 28 en Joop met rij nummer 3. En dan is het dan op de derde plaats. Dat Emiel er een broertje of een zusje bij gekregen is, maar ik weet het niet zeker, want er is wel wat geboren volgens mij. Schroerderij weer aan. De nieuw versgebakken Nederlands kampioen, maar de strijd voor de dag. Een mooie wedstrijd organiseren. Kijk, twee eens. Op die plaats is hij vanmorgen een keer onderweg gegaan, dat weet hij. Theo Pijper. Mike Schroer. En André. Mooi. Naar die enorme voorsprong van Theo Pijper. Dan zou ik zeggen, de Theo heeft dan in de machine laten doen. Of de machine van André Leerstra, die is niet goed. Eén van de twee. En die van Mike Schroer. Die is ook al diverse keren in de werk en de baanschroef geweest. Misschien dat ook aan dat machine. Dan kijken, daar heb je het al. De machine van André Leerstra, die is niet in orde. Heel jammer. Ik zei het al. Dat gaat niet goed. En ik moet zeggen, het is spectaculair. Dat is jammer. Thank you.
een vloer halen en dat is altijd perfect. Dat geur, dat geurtje, maar het is niet altijd even perfect. Niet dat, maar nu was het wel eigenlijk een hele mooie start. Eén die wel opgenomen mocht worden. Zo hoort dat. Die vogel in Hoorn stilgestaan in dat speurtje. En weer lijn nummer 2. Voor de rij nummer 21 van Willem Klinker uit Roden. Willem Klinker, ja, raar. De rij nummer 15 van Harry Kamphuis uit Stadskanaal. Ook een oud bekende van ons. Van de GMB Regio. Ik heb een Honda in het programma, maar... Een groene Honda heb ik nog nooit gezien, dus het zal vermoedelijk een Kawasaki worden. Daarom, met daar, knokken. En beste mensen, ik wil alstublieft niet over die afzettingen heen hangen. Kijk, dat is nou zo'n staat, zodat hij hoort. En daar is hij wel gewoon, ja, hè? Thank you.
aan het startlint verschenen, behalve Erwin Kerkdijk met rij nummer 12. Hij is veroorzaker van de val. Hij wordt gedisqualificeerd. Alle coureurs staan zonder rij nummer 12 van Erwin Kerkdijk. Drie minuten voor deze coureurs om aan het startlint te verschijnen. Ja jongens, de 22 die had zich al afgemeld, die zou de hele middag niet weer rijden. En de 12 is gedisqualificeerd, dus we wachten wij op. Zoekt u een plaatsje op een startinstallatie, zodat wij hier weer vrolijk van start kunnen. En wij krijgen hier zo dadelijk de herstart. En daar zijn ze weg, jawel. En het zijn nog drie coureurs, vier coureurs die over zijn. En het is weer de race nummer 32 van Eddy van der Berg die de leiding neemt. En de 10 is van René van der Wallen die er heel slim binnen doorging. De 43 is weer van Eddy van der Berg. René van der Wallen is de kampioen. En hij doet natuurlijk hier in zijn eigen soort volgen. Overal, dag overwinnaar op het derde podium vandaag. Een heel goed coureur, René van der Wallen is een sympathieke coureur ook. De tweede is van Eddy van der Berg. En ik wil vertellen dat de streep die is nog niet gezien. Het is Eddy van der Berg die nu naar voren sleurt. Maar het is de machine van René van der Wallen die toch duidelijk en zichtbaar sneller is. En dan moet ik ook oppassen, want ook Eddy van der Veen die komt eraan met zo'n dikke rode Honda. En beste mensen, het is werkelijk levensgevaarlijk. Ik zal het hier aan de oostenkant niet verdragen en u ook niet. Neemt u dat rustig van mij aan. Van der Wallen. De thuiswedstrijd voor hem. En dan weer is het Eddy van der Veen die moeilijk in zit, maar die ideale lijn heeft. En we leiden goed op. En zo dadelijk komen we zien aan de slag van de jury. Ook de 42 van Brust voor een hand uit Roden. Die schiet hier over de installatie. Nu over de installatie, hij vloog eronder door zelf. Hier ook weer KTM in de baan. Nationale en kabels en dergelijke. De klasse en kijk weer wat een enorme snelheid hier opgebouwd wordt. En de 56 die is van Ari Goykema. Dus Goykema. Arie Goykema, onder de stralende zon mag ik wel zeggen hier in Noord-Wolde. We hebben nog twee volle ronden. Zware mannen. Bestoerde naden mag ik wel zeggen. En kijk eens naar die enorme voorsprong van Arie Goykema. En ook heeft hij al hier vanmiddag financiële voorsprong. Oh la la, drie man dek in de bocht. Wat een mooie winnaar hier. 59, die was al eerder omgegaan. Wat een mooie weer. We laten de kop maar even lopen. Dan is het Karin Pietra. En dat dacht ik. Voor zijn die verder, maar die staat er niet bij. Ik denk aan Henk Akkerman. Met de 51. Dan is het van voren. Terwijl Henk Jagerman uit Voort-Bergen. Jan Klo en de 24 van Bart Peter de Jong. Met 6 zie ik ook Harry Zwiers. Met de H2, dus de
kans hebben voor het Nederlands kampioenschap. Nu in een rechtstreeks duel. Pieter van der Ween en Peter de Jong. En ik heb ook met rij nummertje 19 hier Jan de Bruijs uit Assen. Het is Peter de Jong die de leiding neemt. Kijk, twee is helemaal in stijl. Peter de Jong, en dat heeft hij geleerd bij de NGSB. Naar de van Finus van der Ween op kleur is de hand. En daar is wie is er daar. De achtervolging moet zijn. Hij is er even af geweest. Aankomt. Een sportief antieert. Gaat de knokker uit Koekanga er weer bovenop. Daar gaat hij. En de broer van Ina natuurlijk. Die kennen we allemaal nog. Op de vierde plaats. Perry Schwikman, en het is weer mooi. Goed kan presteren, nog één volle ronde bij doorkom. En vechten. Gewoon weer voor de Kilian. En die kunnen gewoon terug brengen. Heel jammer. De sportieve man hier uit Noordwolde, Johan Wiever. Hij staat met pech langs de kant. Hij heeft een voeren, waarschijnlijk vaak. Tijd op de kop nam. Peter de Jong uit Ede, moet er nagaan. En van der Ween uit Ruinerol. In een rechtstreeks duel. En Peter de Jong in het voordeel. En reken u maar dat wij hier vanmiddag een spannende finale krijgen. Dat kan ik u verzekeren. Ja, en daar hebben wij de pech voor. Maar heel sportief is hij er weer bovenop geklommen. Harry Zwiers uit Koekanga. Daar is hij. Harry Bokker. De kampioen is bekend en dat was Gerben Vredenhof. Ja, ik dacht dat dit de eerste keer was dat Gerben Vredenhof een officieel Nederlands kampioen is geworden. Met nummer 1 is het in de bus, maar het is weer buiten. Het is 34 die het voortouw neemt. En met rij nummer 4 is het René Satink. Dan krijgen wij nog een hele spannende finale van de Nemmen, Gerben en Joffrey een gelijk aantal punten. En dan zal de dagoverwinning dan beslist moeten worden in de finale. Bij doorkomst. En ik denk dat echt de kilo's een rolletje spelen tussen Gerben en Joffrey. Dan heeft het er maar aan en dat doet het ook. Ja, ik ga er ook geen gras over groeien. De knokker uit Wapenveld onder de rook van Zwolle en aan de andere kant van de IJssels. Een nieuw mooi gebied daar in Wapenveld. En er komt nog een aanval van Brenhoff Buitenom. Ook een goed spitweer. En kijk er eens, hij wacht ook nog alles. Daar gaan we maar draaien, maar die hoort het zich wel af te melden. En daar gaan we weg. Dat waren met de voordeel. Met het schubben. Met het schubben. Natuurlijk, maar dat kan wel zien. Met de rij nummer 8, 7-7. En weer is het doel. En Bram Visser. Met de rij nummer 12 zit Bram Visser er heel goed bij.
En Harry Bijman, naamvoerder in het klassement, een beetje nationaal en heel goed speerman. Rolof Korten is er dus in en ook Johan Glory. Of het Suzuki zelfs. Ze gaan die keer in het rond. En een brandwissel. Ik zie ook dat ze een klooi naar de gekregen heeft. Lasogen heeft hij zelfs ook. Heeft hij ook een beetje last van. Hij zijn zo geknapen, de mannen bovenaan. Helmoet heel dicht bij Emmerich hebben. En dat wil hij natuurlijk nog een keer vandaag. En dat ook Emmerich hebben nog van die eerste plaats afrijden. Op een nette manier natuurlijk. Kampioen in deze klas. Hij heeft Jep Janssen uit Eindbergen. Bij alle gedachten dat hij hier vandaag nog zal zijn. En dan gaan kijken. Het is Harry die weg is, maar het is ook Afrika die moet erin. Afrika. We verrijden nummer 9 op de tweede plaats. En hij laat iedereen een kontje zien. Ja, heel mooi. En de Harry. Dan komen ze vol speed. En de machine tikken we op dit moment allemaal. Door de H2 van Gerke van der Weg en de strijd is nog niet getreden. En bij doorkomst doet het maar weer één ronde. Kijk mee, de H1, dat is duidelijk. Maar dan, Bosman, Kraan. Jan Pieper. Dan is de machine van Jabi Gosman niet snel genoeg. Jabi die trapt erop. Hij wil niet harder. Hij gaat gewoon niet. En dan is de finishplaat. Voor de AI. Zo, jongen van vorig jaar. Zo, Bosman. Naar die enorme voorsprong van Tony Vollink. Nog twee volle ronden bij doorkomst. En dan willen we mensen weer helemaal los, moet ik zeggen. Tony Vollink is kijk eens met zijn KTM Forest aan de leiding. Ik zeg maar zo'n 100 meter voorsprong. En dan krijg je al de finishvlaag. Hier voor Tony Molling. Jan van Leus, Henk Draaitje en Lula. Ja, en weg.
aanwezig. Wolterbrekken uit Tenje, die neemt de leiding, maar die wordt daar overgenomen. En dan moet ik even kijken wat voor nummertje dat is. Jan Meijer. Ja, maar
Henk draait er niet er genoeg over. En ja, dat mag hij maar een half gaat natuurlijk. Henk draait er die belofte is hier een flitsende finale te laten zien vanmiddag. En ze kunnen de plaats niet goed vinden, de ideale lijn. Die is niet duidelijk zichtbaar voor deze moeder. Die komt er nog heel dichtbij. Maar de gewet gaat van Jan van Leus en Rijker. En die draait en sluit hem positief af. Hij wint hem zelfs. Half vier. Misschien een tikje eerder met een hoortje nog van mij. Neemt u een hapje en een drankje. En we willen graag het materiaal in de baan om de baan te prepareren. En dan krijgen we... En ik heb het al gezegd, het wordt heel spannend bij die zet. Want we hebben André Leertra. En die zie ik even niet. Die André Leertra is afgemeld, zeggen ze nou. Nou, dan is het waarschijnlijk dan toch Theo Peter die hier met de beste kansen van start is gegaan. Theo Peter die zelfs hier aan de leiding gaat met de rij nummer 3 komt Theo uit Rinsemagees. En er zit Martin Sadik in Engelo daar op de tweede plaats. En met rij nummer 2 is het Martin Sadik. Achter is van Mike Schroer als ik me vergist heb. De 2 is van Martin Sadik. En ik wil... van Emil de Wende en hij zei net heel goed aan. Ik heb een broodje gekregen deze week. Nou, de felicitatie is natuurlijk ook voor de familie de Wende. En zij krijgen hier nog één ronde. En de vergeten is vandaag. Geruim zelfs. En we hebben hier in Noord-Holland wel eens zo naam gehad dat wij de wedstrijd moesten aflaten. Maar vandaag schijnt de zon. We hebben een hele mooie dag hier en wij beleven hier de sportief de grasbaansport. Op het hoogste niveau mag ik eigenlijk wel zeggen de finishvlaag voor de kenbaan. En er wordt er even geregend. Dan zijn de nummertjes 1, 2 en 3 zo dadelijk bekend. Die komen hier naar voren voor de bloemenhulde. Vanavond is hier de bekerverdeling in de kantine natuurlijk. En zodra voor de heren Mike Schroer op de tweede plaats en Martin Sadik op de derde plaats. En de felicitaties die kregen ze van de wedstrijdleider. En de voorzitter van de NGDV en dat is dezelfde man. Hij is zelfs ook penningmeester. Berends maakt de foto en die kan vanmiddag nog heel veel mooie foto's maken. Kijk tenminste naar die geweldige kransen. Terug naar het rennerskwartier. Maar die wordt gewoon voorbij gereden hier. Of René Sadik moet ik zeggen met 21. Die machine is gewoon niet snel genoeg. Dat kan die jongen niet helpen. Dat gaat gewoon niet. Moet ik echt wel zeggen. Ja.
Marsa-gar. Zeggen die 23, kijk eens naar die enorme snelheid die kerel opbouwt. En als het elke koort daar altijd hangen en worden gedaan die machine en die kan niet die ideaal leven. En... terug en ik stel hier op die tweede plaats. Jawel. Met 21 René Zadink. Hij ligt keurig nu op die tweede plaats. En dan is het zo Jem Gewinza. Jacky de Vries die is nummer 1 geworden, maar de derde man wordt als eerste gefeliciteerd. Dat is René Zadink. Elke Koortra is de tweede man. En Jacky de Vries uit Hoornseswagen, de nieuwe gebakken Nederlands kampioen. Daar staat hij middenin, Jacky de Vries uit Hoornseswagen. Bloemen even omhoog voor de fotograaf. Even lachen. En dan zo dadelijk weer een ronde. Onze applaudisseert u voor de kenbanen. Een mooie volle baak mag ik zeggen. Ja, het is keurig weg. Als de nummers hier langs razen. Dat het loeien gaat is duidelijk. De 56 van Arie gooi gemaakt. Nummer 10. Ja, dan moet ik steeds naar de nummers kijken en aan de overzijde kan ik ze bijna niet lezen. Een goeie maar is op kop, maar dat was duidelijk. Ja, dat heb ik wel gezien. Dan ga ik even kijken wie de helft de tweede man is. 60, 50 en 90. Die goeie maar is duidelijk goed weg. Die is een 50 meter voorsprong, maar dan. Het gevecht om die tweede plaats. Met Nico de Jong en Gerrit Veenstra. Er is Nico de Jong. Dat is een mooi gezicht en ze krijgen hier de finishplaat. En 1 blijft 1 denk ik, 56 van Arie Geukema. En dan is het toch de 59 van Gerrit Veenstra. Sigo de Jong en de raafde peloton erlangs. Ik laat alles aan de jury over. Is hier te snijden in de eerste finale mars van... Beste mensen, ik krijg hier de melding dat er mensen over de schuttingen hangen en op de schuttingen gaan zitten. Dat is beslist niet toegestaan en werkelijk levend gevaarlijk. De staat weer terug, gaat u niet onder... Dat zijn de vier mannen die daar even een robotje gaan wegdoen. De Jong onderlangs binnen door. En het is aan het scheppen. Als het duur voor jou de doosje, geweldig. Kijk eens, heel mooi.
achter. De boost erin. Maar het is mannen die het woord nou heeft. Hans Gerber. Mannen, morgen weer. De sportieve mannen. Zo waar, hij is weer in de jongen mee en is weer achter Hans Gerber. En er is een laatste bocht. We zitten in de laatste bocht. Houd je gaatje dicht. Gaat dit er goed langs? Keihard. Heel mooi. Ja. De finishvlaag voor Gerber Sommerveen, de jong. Heel rechtstreeks. Een duel. En weer sportief. Wat een mooi gezicht. En de officieel. Janke van der Wal, dat is de kopman hier in de kleine finale. Maar dat blijft hij niet, maar hij komt binnen door. Hazen, de 15 van Harry Kamper. En de deur is van Erik Boon uit de Broek. En de 51, die is. Daar kom ik even niet uit, want er was geen 51, denk ik. Ja, Bjornberg, hij heeft vandaag de dagoverwinning eerlijk verdiend, werkelijk waar.
En de derde man is René Zadink. En de tweede man is Gerben Breenhoff. Ik zeg het een beetje in omgekeerde volgorde, maar de derde man kreeg als eerst de bloemen. De felicitaties van de sympathieke coureurs onderling natuurlijk. En dan de bloemen even omhoog voor B. Berends. Ja, geef dus een applaus, dames en heren. Ze gaan zo helemaal niet meer naar achteren. Maar ik kan het nog heel goed. Nou, reus uit Stabbenhorst. En dan bedoel ik dat op een goede manier natuurlijk. En wie de reus is, die zelfs ook helemaal in de wind. Dat daar die... De ontroonde kampioen, kunnen we zeggen. Vorig jaar was hij dan kampioen. Hij had dit jaar ook weer verdiend, maar een slechte start van het seizoen. En we leiden goed op. En mooi start. Maar kijk er eens goed. De gebroeders van de Ven. Jawel. De H3 en de H2 en dan is het Jan Bosman. Maar er komt de H1. Let u op wat ik kan. De knokker uit Stabbenhorst. De broer van André Gerben. Jammer dat vandaag Leon Peijs er niet bij is. En jammer nog Geert Jellema vandaag in de baan gaat. Maar op de vierde klasse nu de H1 van Antel. Maar daar hoort hij niet thuis en die zal er ongetwijfeld ook wat aan doen, denk ik. Binnen door, ja, het Bosman. Terug in de gebroed van de ver. En dan gaat ook Hans Kremmen. Jawel, Hans Kremmen hier een grote operatie op. De H1. En dan gaat hij nog een keer. Hij doet het één voor één. En ze hebben nog één voorronde bij doorkomst. De H2. Die is van Gerko van der Weg. We gaan kijken, John Bosman en Hans Kremmen. Kijk, John de Brecht zijn. Kremmen rijden voorbij. Ja, en alles onderuit de kaart. Al boven van de flank. Stuurt scherp, binnen door. Bosman is niet bang. En daar komen ze. En er komt ook even die schraal met rijden. Nummer 09. En Jabbi is maar niet. Kennen we Jabbi? Daar staan ze, de coureurs. Van de vecht in het midden, geflankeerd door Gerben en Bosman. Van de... Ik geef een applaus, dames en heren. De mannen uit de Koningsglazen, oud en jong. Handjes naar beneden, licht op groen. Bram Visser, hele snelle machine, dat ziet er zo, die schiet naar voren met reden nummer 12, Bram Visser uit Zwaverteinde. Maar het is niet goed helemaal, en ik zei het al, hij wil er even mee afrekenen. Wat hij kan, zet hij nu, met de 3, goed helemaal. Die wordt thuis uitgezien door Bram Visser. En dat is Harry Bijman, de aanvoerder van het algemeen klassement, die daar op de vierde plaats zit. En heel de Veerman die nu weer goed meekomt. Dat zijn ze. Dat zijn ze.
voorronde bij doorkomt. Eind van het seizoen. Kijkt u eens, ja, die knokker is op die derde plaats, eigenlijk op de tweede plaats. Prima, Dick. En een hele beginnen, een klein bootje, maar een Adi. Mooi over de finish. En Bram Peter met 12. Is heel mooi, Arjan Sanders uit Nieuw-Buinen. En dan kom ik bijna niet anders, en er waren er maar drie. De felicitaties, de bloemetjes en de foto. En vanavond hier in de kantine de beker. 1 minuut nog hebben. En Harry Baaiman op de tweede plaats. En Herbert Veerman, de roodharige coureur uit Staphorst, keurig op de derde plaats. Nationaal coureurs. We maken hier voor u de ereronde. Want het zijn 250cc machines. En de koopman komt uit Friesenveen en heet Tony Moink. En bij doorkomst krijgen zij de finishstraf. Molin, Jan Veldhuis, Lucas Sanders en Henk Draaitje. En we zien... De strijd die gaat nu pas beginnen. Iedereen is pas tevreden als de ster eens wordt gereden. Want die gaat vandaag de gouden helden winnen. Bloem is gekregen in de foto, die is ook al reeds gemaakt. En geef dus applaus, dames en heren, de 250cc Nationaal. En zo dadelijk komen ze langs, bij u langs. En de machine van de 43 van Eddie van der Veen, die wordt getuned door Tom Meindersma. Tom, die kennen we allemaal nog. En de twee hier buitenaan is van Dirk Blom, die denk ik ook goede kansen heeft nog om op de politie te verschijnen hier vanmiddag. Wij gaan iedereen horen, dat gebeurt hier daar, denk ik. En die gaat nu mooi aan de leiding, de kampioen, de Nederlands kampioen in de 250cc. Hier uit Noordwolde en weer ook nog een weer podium voor het dagklassement. René van der Wolde. Maar dat is René van der Wolde. Die is de rechtstreeks met Eddie van der Veen. Zijn grote rivaal voor het kampioenschap. En vandaag voor het dagklassement natuurlijk. En de gebroeders van de weg. Twee maanden.
Amsterk, daar op een derde en vierde plaats. En dan peloton, maar kijk u daar zelf naar. Bijna zien. En daar gaan Daar zit nog wel iets aan, maar nu over de lijn komt het erin. 34, 3, 8, het kerk op van de ver. Hij zet de aanval in op Eddy van der Veen. Hij moet bij de nom, maar dan gaat hij natuurlijk wel dichthouden. Dat zijn echte routiniers. Ja, maar van der Veen. Hier straat, ik zal... Nationale TV. Haken nog sterk, maar. Nederlands kampioen wordt hij niet meer. En voor het dagklassement dacht ik er nog even af. Ik doe een handje naar boven. Van de rol. Van de rol. Van de rol. Van de Gorinke van de Weg. En dan raadt het peloton op hoge snelheid hier voor de jurywagen langs. Naast is van Van Rogemeen uit de week. En de 21 die is van Willem Klinker. 30, 2, 3, 20, 7, 8 en 21. De goed laagste Eddy van der Veen en René van der Wallen. En nog veel weer de laagste van Heikompenslof, rekening uit Portugal. En voor de tweede keer hier vanmiddag op het erepodium, Gerco van der Vecht. Opschieten naar het erepodium. De kopman die staat middenin heel goed laatste, René van der Wallen. En de kampioen, de echte heuse Nederlands kampioen bij de 250cc Nationalen. Hier is hij dat geworden en nergens anders. En de foto's natuurlijk. En als ik dus zeg dat René van der Wallen hier kampioen geworden is, dan bedoel ik dat niet zo. Maar niet bij een andere bond, want dat is beslist niet mogelijk. Onder auspiciën van de KNV natuurlijk. Een heuse Nederlands kampioen. En die wedstrijd heeft hij verreden bij de GMB. Zo bedoel ik dat. En dat is René van der Wallen, alles heeft hij mee en Eddy van der Veen. Hij maakt ook goed uit zijn ereronde voor de tweede maal deze dag. Geef eens een applaus, dames en heren. Hier is uw eigen René van der Wallen. Met razzenschreden, nummer 1 over het hoogste geval Jan Vuidenhuis, nummer 2 Henk Draadje en nummer 3 B. Sterenborg. Twee starts, de 500cc Nationalen en dan met het klapstuk natuurlijk nog de 250cc Senioren. Aan de leiding.
gooi hem maar, dan is het eraf. Dat zijn de knokkers Tenje en Bakkeveen. Verder komt nog twee Wolde. Met 57 is het Wolde Prikken die zich er ook mee gaat bemoeien dat hij derde plaats komt. Prikken niet waar dat hij derde plaats komt. Kijk eens naar die motorvoorsprong van Arie Geukema. Met de opkomst krijgt hij de finishvraag. Uit Wiedewam was Diego de Jong uit Tenje. Ja, en dan zijn ze bekend. Nummer 1 is geworden Arie Geukema, nummer 2 Nico de Jong en nummer 3 Gerrit Veenstra.
zo zijn op dit moment de kaarten geschud. Er ontbreekt hem aan de snelheid. Peter de Jong. En die laatste bocht, er is niet te zien. En dan gaat hij. Half tweede over de streep. En ik zeg niks, maar volgens mij is Finis van der Veen op dit moment officieel Nederlandse kampioen. Maar wat ik zeg is officieus. Voor Tinus van der Veen, na 20 jaar grasmaatsport, officieel Nederlandse kampioen. En de stoere knapen, de sportievelingen moet ik zeggen ook, die gaan naar het herenpodium. De daaloverwinning is voor Peter de Jong, maar de man die laagt is Tinus van der Veen op de tweede plaats. En op de derde plaats een heel goed coureur, Hans Schebben uit Staphorst. De bloemen. En zo dadelijk ook even de ereronde. Maar letten we even op, als het niet chaotisch wordt, wat ik noem, alle kampioenen zo dadelijk op. En die worden hier verwacht voor het in ontvangst nemen van de krans. Daar zijn ze. Uit de koningsklasse van de GMB, de 250cc senioren. Het Nederlands kampioen. En heren coureurs, maakt u een herenronde en ik roep vast op de kampioenen in alle klassen. Met de machine willen wij graag hier naartoe met de motor, waar zij het hele seizoen op gereden hebben natuurlijk. 61cc, Mike Schroer uit Eibergen. 81cc, Jacques de Vries uit Hoort-Verzwaag. Uit de 80cc, Hogewielen, Gerben Breenhoff uit Wapenveld. Uit de 125cc, Jurglazen, Oets Hellemhout uit Zwaag-Westeinde. 125cc, Nationalen, Harry Baiman uit Nijensleeg. Bij de 125cc, Senioren, maar ik denk niet dat hij er is, Jeff Jansen uit Eibergen. Bij de 250cc senioren Tinus van der Veen uit Ruinerwold. Bij de 250cc nationale Arie Kootema uit Zuidbroek. Bij de 250cc regio Jan Veldhuis. En bij de 500cc regio ook Jan Veldhuis. Ik krijg maar één kans. Samen gaat er een van ons. En geeft u zeer het applaus. Nationaal. Wat zeg ik nu? Senioren. Ze hebben het er hard voor gestreden in de Zuidoken. Dat zijn wat oudere, stoere mannen. En ik roep nog één keer op. Mike Schroer, Jacques de Vries, Gerben Breenhoff, Oets Hellemhout, Harry Baiman, Jeff Jansen, Tinus van der Veen, Arie Goykema, Jan Veldhuis. Dubbel. Dames en heren, publiek, als u even met een boogje om mij heen komt staan, niet omdat ik zo belangrijk ben, maar gewoon dat iedereen wat zien kan en vooral voor de fotografen natuurlijk. Met een boogje achter de krans, nou achter de krans is denk ik niet zo leuk voor de foto, maar gewoon even een ruime boog om mij heen. En we willen graag hier naar voren in de 60cc mini-automaat Mike Schroer uit Eibergen. De sympathieke coureur uit Eibergen, waar wij erg veel van genieten natuurlijk. En van de 80cc, Shaggy de Vries. Graag naast. Gerben Breenhoff. Dan gaan jullie maar even in de goede volgorde naast elkaar staan, dat is heel makkelijk denk ik. Oets Hellemhout.
Harry Buijman. Jeff Jansen. Tinus van der Veen. Arie Geukema. En Jan Vouders daar die twee keer, maar ik kan maar één keer komen. Denk ik, ga er maar naast staan, kerel. Een dubbelkampioen. En had ik verzorgd om met een boogje om me heen gestaan, dan staat het boogje voor mij langs. Kan ik er even niks van zien. En het is een medebestuurslid, de heer Wielink uit Nieuw-Leuzen, die mij recht voor de raaf staat. En dan is die Mike Schroer. Officieel Nederlands kampioen. En dan kan je ook zien dat zo'n klein kereltje dat natuurlijk ook wel doet. Een enorme mooie krant die je mee mag nemen. Ook laat in drogen. En mooi voor de foto natuurlijk. Gefeliciteerd door de voorzitter van de baansportcommissie, de heer Willem Dussel uit Roden. Sjaggy de Vries uit Oornsterswaard, dat is hij. Officieel Nederlands kampioen. En dan krijgen wij Gerwin Breenhof. Hij heeft al een feestje gevierd vorige week in Wapenveld. En dan begint het een klein beetje te regenen, maar dat kan ons op dit moment niet veel meer schelen natuurlijk. De strijd is gestreden. Ha ha ha!
Martin, uit Glorie hier de was. Ik zei nog tegen jou, ik zie jij bent de volgende keer
al een keer 13 jaar moet duren. Maar ik heb je altijd in de gaten gehouden. Dus als hij ooit kampioen was, dan zou ik hem proberen iets moois voor hem terug te doen. Dus, en dat wil ik nou graag aan je laten zien. Ik hoop dat je hartstikke blij mee bent. En dat is een hele mooie rest. Oké? Okay? Pak deksel dan maar af, joh. Ja, dankjewel. Hé, leef zin eens. Broers, genoeg, Barry. Lachen, hè?